Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de frisse lente look zien. Dat is dus deze look die ik nu heb gemaakt. Ik ga jullie laten zien hoe ik deze heb gemaakt. Het is al best alweer een tijdje geleden dat ik een look video heb opgenomen. Dus het leek me wel weer een keer leuk om te doen. En als ik naar het weer keek, het is super zonnig. Dus ik dacht, ja, er past wel gewoon een beetje een frisse look bij. Ja, dus een keer wat anders dan eerdere looks die ik maakte. Dus als je benieuwd bent naar hoe ik deze look heb gemaakt, zou ik zeggen, kijk eventjes gezellig mee. Ik begin met concealer aan te brengen. Ik gebruik deze Stay Natural Concealer van Essence in de kleur Soft Beige. Ik breng hem onder mijn ogen aan, op mijn neus en op een aantal plekjes op mijn gezicht. En ik ga hem insmeren of uitsmeren met deze BB kwast. Dan breng ik deze foundation aan. Dit is de Stay All Day 16 Hour van Essence. En dit is de kleur 20 Soft Nude. Ik doe altijd een pompje op mijn hand. En dan ga ik het eerst op mijn gezicht verdelen met een foundation kwast. Ook een beetje op mijn oogleden. Dan smeer ik het uit met de BB kwast die ik eerder ook al gebruikte voor de foundation. Concealer, sorry. Kijken of ik alles heb geraakt. Niet dat ik onuitgesmeerde plekken heb of zo. Dan ga ik het geheel afpoederen met deze compact powder van Essence. Deze heeft de kleur Soft Beige. Ik gebruik hiervoor mijn grote HEMA kwast. Die ik eigenlijk altijd gebruik. Op de achtergrond even het gordijn een beetje dicht gedaan, want er kwam een heel raar licht naar binnen. Die het filmpje nogal verstoorde, vond ik zelf. Dan ga ik bronzer aanbrengen. Ik gebruik deze bronzer van Catrice. Dit is de Sunglow bronzer. Een matte bronzer, moet ik zeggen. Deze heeft de kleur Deep Bronze. Het is best wel een donker kleurtje. Heel mooi mat. Ik ga hiervoor een schuin afgesneden kwast gebruiken om het aan te brengen. Ik doe ook een klein beetje langs de rand van mijn haar. En onder mijn kin. Ik blend de bronzer uit met deze bronzerkwast van de HEMA.
langs mijn voorhoofd en onder mijn kin. Dan is het tijd voor blushen. Ik gebruik deze Silky Touch Blush van Essence in de kleur 10 Adorable. Een van mijn favoriete blushjes. Ik vind deze kleur zo mooi. Dan ga ik highlighter aanbrengen. Ik gebruik de Undress Your Skin Shimmer Highlighter van Makeup Academy. Deze heeft verder geen kleur, volgens mij is dit standaard. Ik gebruik hiervoor een angled brush van de Bossy Shop. Ik breng altijd aan wat highlighter op mijn jukbeenderen aan. Daarnaast pak ik ook altijd mijn neus een beetje mee. En als laatste het boogje bij mijn lip. Mijn wenkbrauwen ga ik inkleuren met het eyebrow setje van Catrice. Voordat ik daarmee begin, ga ik ze eerst even doorborstelen. En uit het setje pak ik de donkerste kleur. En ik breng mijn wenkbrauwpoeder altijd aan met een smoky eye kwastje van de HEMA. En dan gebruik ik het schuine gedeelte omdat ik die heel erg fijn vind voor mijn wenkbrauwen. Deze kleur pak ik dus. Deze past het beste bij mijn kleur. Je ziet, hij is wel wat donkerder, maar ik vind deze mooier dan de lichte kleur. Dat heb ingekleurd, borstel ik ze nog een keertje door. Het oogschaduwpaletje wat ik ga gebruiken voor deze look bevat geen highlighter. Dus ik doe wat highlighter van de Undress Your Skin Highlighter van de Makeup Academy, die breng ik aan op mijn wenkbrauwbot. En ook in de binnenste ooghoek. Zodat de bol een beetje wordt opgelicht. Hiervoor gebruik ik een kwastje van Essence. Volgens mij is dit officieel een smoky eye kwastje, maar ik gebruik hem altijd om de oogschaduw in de binnenste ooghoek en op het wenkbrauwbot aan te brengen. Of de highlighter moet ik zeggen. Dan is het tijd voor de oogschaduw. Ik ga dit paletje van Gouache gebruiken en dit is het 9 Shades Shadow Collection palette in de kleur 003 To Play Within in Vegas. En deze heeft best wel felle kleuren. Ik denk dat hij feller oogt. Nee, minder veel oogt op de camera dan dat hij eigenlijk is. Ik ga deze kleur, dit zachte roze kleurtje, ga ik aanbrengen op mijn bewegende ooglid. En ik gebruik geen oogschaduwbasis omdat ik eigenlijk al een beetje foundation heb aangebracht op mijn oogleden. En dat kun je ook prima gebruiken voor ja, een basis eigenlijk. Je ziet gelijk dat de kleur er best wel uitspat. Ik heb zelf het idee dat hij nu feller oogt als dat hij
eigenlijk is, maar nee, het valt op zich wel mee. Dan ga ik met een brush en smudge kwastje van de HEMA ga ik de oranje kleur aanbrengen. Die gebruik ik in de arcadeboog. Zoals je ziet wordt het echt wel een hele, ja, fel, meer een beetje een vrolijke look. Ik dacht, ja, het is lente, dus waarom zal ik er niet een keertje wat vrolijkere kleurtjes gaan gebruiken? Het geheel blend ik uit met een blending brush. Deze is toevallig van de HEMA. Dan ga ik in de buitenste ooghoek dit felle kleurtje aanbrengen. Ik vind hem een beetje koraalachtig, ja, oranje koraal. Ik gebruik hiervoor dat smoky eye brushje, kwastje die ik eerder gebruikte voor de wenkbrauwen. Nu gebruik ik de andere kant, want die vind ik heel erg fijn om oogschaduw mee in de buitenste ooghoek aan te brengen. Hij lijkt nu overigens echt super fel. Maar dat komt zometeen komt dat beter tot zijn recht omdat ik hem ga inblenden. Daarvoor gebruik ik weer een inblendkwastje van de HEMA. Zo. Dan ga ik eyeliner aanbrengen. Ik heb deze gel eyeliner van Catrice. Deze is waterproof. Deze heet Blackjack with Jack Black. Nummer 010. Volgens mij hebben ze ook alleen een zwarte. Ik vind zelf altijd gel eyeliner heel fijn. Ik gebruik een eyeliner kwastje van het eigen merk van het Kruidvat. Je hebt gewoon een dun lijntje. Zo. Nou is hij aan deze kant een beetje doorgetrokken. Dat was nou eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat haal ik gewoon even met een make-up doekje weg. Deze van de Action heb ik. En dan haal ik dat lijntje even weg. Want ik wilde hem niet nalaten doorlopen. En dat heb ik hier ook een heel klein beetje. Zo. Dan ga ik oogpotlood aanbrengen. Ik gebruik dit Essence Long Lasting Eye Pencil in de kleur 01 Black Fever. Is eigenlijk best wel grappig, want ik kijk heel vaak tutorial video's en bijna niemand gebruikt een oogpotloodje, terwijl ik het altijd zelf heel erg mooi vind. Het fijne aan dit oogpotloodje is dat je hem omhoog kunt draaien. En deze blijft veel langer zitten dan zo'n oogpotloodje die je zelf moet slijpen, vind ik. Ga ik mijn wimpers even krullen.
Dan breng ik mascara aan. Ik gebruik de Lash Princess Volume Mascara van Essence, de oranje versie. Ook een beetje op mijn onderste wimpers. Dan breng ik deze glossy stick aan van Essence. Dit is de kleur 02 Clear Nude en deze is dus glimmend. Deze is uit een nieuwe collectie. En ik breng een beetje body mist aan van Victoria's Secret. Dit is de Pure Seduction. De Red Plum en Freesia. Een heel lekker luchtje. En het is een beetje best wel zonnig. Dus ik denk ik doe gewoon een keer een body mist. Ik breng altijd mijn heel klein beetje aan. Want hij is echt super, super zoet. Maar hij ruikt echt super lekker. Dit was dan alweer de frisse lente look video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, als je de video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, abonneer je even als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's. En ik zie je heel snel weer. Doeg!